Ja, ik heb goed nieuws. Ik ga even de reviews voorlezen zonder het essentiële deel te benoemen. De rest van je leven was een zwart gat. En dan mogen jullie raden of zelf ondertussen bedenken wat het is. Ja. Nou, volgens mij is het hier feest. Slingertjes. Fantastisch. Elisa, kijk hoe leuk. We eerder over gehad dat als dit echt goed bevalt allemaal, dat we voor een grotere tank willen gaan. Ja. Hi, Tatties! Welkom bij een nieuwe video. Het is alweer woensdag. En dat was de dag dat Jesse Silver weer zijn schoen mocht zetten gisteravond. Nou, was wel lief, want hij wist eigenlijk wel, maar hij kwam binnen en hij zag dat ding op 1 staan. Hij zegt, oh, morgen mag ik mijn schoen zetten. Ik zei, nee, maar er zit geen 0 op dat blokje, dus het is vandaag, want dit was gisteren. Ja. Dus je mag vandaag je schoen zetten. Oh, ja. Dus dat was heel leuk. Was heel leuk. Ja. We gaan even laten zien hoe dat er vanochtend aan toe ging. Volgens mij ook niet. Ik ga een nootje. Is het geen paardenpoepje? Even goed kijken. Dat het wel een kruidnootje is en geen paardenpoepje. Mijn wacht wel zacht. Oh, nou, de appel is een goede smaak gevallen, zie ik. Zo. Nou, die heeft hij goed opgegeten. Nee. Ja. En een cadeau ook nog. Popcorn. Ja. Gezondheid. Hey. Hey. Nou. Wat heb ik gevraagd? Nou, die luisterpiet. Ja, hoe moet dat nou? Papa en mama hebben ook nog broeken besteld. Ik heb tegen Sinterklaas verteld. Echt? Dat je nieuwe broeken wilde? Ja, voor jullie. Nou, dat ook nog aan kan. Het lijkt ook een beetje op een Spider-Man pak, zie je dat? Ja. Ik vind het wel een beetje Spider-Man-achtig. Ja, maar niet altijd. Ik In je schoentje. Heeft hij toch wat in je schoentje gedaan? Wow. Oh, dat ruikt lekker. Pepernootje en kruidennootje. Een kruidennootje. Een kruidnootje. Lekker zeg. Nou. Ben je er blij mee? Ja. Dan zeg je... Dank u Sinterklaas. Goed zo. Dank je Sinterklaasje. Top. Ja. Goed zo. Nou. Word maar weer verwend. Zie je nou dat die Piet naar je luistert? Potterdikkie. Kan niet altijd natuurlijk, maar dit had hij wel weer even goed gehoord. Oh. Nee. Dit ook een kruidennootje. Hij is een beetje hard geworden zeker? Ja. Oh. Ik hoorde het. Nou, toppie. Wat een schatje, hè? Is hij gewoon blij met broeken? Ja, maar het was zo toevallig, want hij zei het dus gisteren in de auto. Wat? Je bent echt all over the place hier vandaag. Het is echt niet te doen. Je bent echt mega druk. Heb je suikers op of zo? Ik weet het niet. Ik niet. Jawel. Nee, maar goed. Hij was dus heel blij met zijn spijkerbroeken. Hij ja, want dat had hij dus gevraagd aan Sinterklaas. En dat wist hij dus. Wat? Nou, Sinterklaas wist dat. Want dat zei hij dus. Dat was zo schattig. Dat heb ik gevraagd. Voor jullie, zei hij. Oh, ja. Schatje, hè.
Verder ben ik naar het ziekenhuis geweest voor mijn officiële controle die eigenlijk al stond. En ze vond het er goed uitzien. Ja, ik heb goed nieuws. Moment. Goed nieuws, jongen. Rechter! Ja. Oh, het ziet er niet uit zo. Kijk, maar dit dus, hè, die striemen al en het jeukt zo. Oh. Nou, ze heeft dus vooral hier het een en ander weggehaald. Ja. En ze zei, nou, je kan ook wel gewoon nu een iets strakker hemdje aandoen of een body stocking-achtig iets. Ja. Oh, maar dat is wel echt, jongens. Het is, dat ding zit dan zo strak de hele tijd. En als je hem dan afdoet, dan heb je echt het gevoel alsof je in elkaar valt als een pudding. Zo van, ik heb geen ruggengraat of buikspieren meer. Ondersteuning is ineens weg natuurlijk. Ja. Oh. Maar goed, ze vond het er heel mooi uitzien. En ze heeft de plakkers van mijn litteken eraf gehaald. Dus die ga ik even laten zien. Ik werk gewoon niet goed. Werd je weer niet goed? Nee, ik werk niet goed. Daarom pakte ik alweer dat briefje maar zo. Ik denk, jij kan niks meer hebben, hè? Nou ja, niet bij jou gewoon. Ik ben gewoon met jou verbonden. Ken je avontuinfilm? Wij hebben dan wel... Wij doen zo die... Ja, die staart. Zo. Nee, ja, oh, dat kan er niet. Ik connect wel eens met jou, zeg maar, dat er iets in gaat. Maar dit... Ik voel gewoon echt zo... Ik weet niet, ik ben helemaal licht in mijn hoofd en niet lekker. Maar misschien komt het dus dat jij die misselijkheid en pijn overneemt. Want ik voel namelijk niks. Dus misschien heb jij het gewoon van mij overgenomen. Dat is het. Nee, maar het ziet er goed uit. En ze hebben dus nog even een klein hechtinkje afgeknipt. En over 3 maanden moet ik terugkomen. Ja, dat was het, denk ik. Ze zei, ik knip hem wel even af. Ja. Nee, dat ging echt niet goed. Nee, maar dus ik laat jullie even de hecht... ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Dit is nu hoe het eruit ziet. En ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in dat dat ook weer gewoon heel mooi gaat genezen. Hier hebben de lipofilling puntjes gezeten. Ja, zo, mijn huid kan ook weer herstellen. Dus ik mag beginnen met smeren eigenlijk. Nog niet op het litteken echt, want... Dat is natuurlijk nu nog een heel klein beetje open doordat ze dat dingetje heeft afgeknipt. Maar wel eromheen en de huid verzorgen en zo. Verder moet ik nog steeds even rustig aandoen met het tillen en bewegen en zo. Maar dat deze al even af mag. Oh, ja. Dat is wel... ook alweer 2 weken is gewoon. Ja. Ja, dit is dus echt wel even een opluchting. En verder kwamen we daar aan en ik zei nog tegen Sergio van neem even die stempassen voor de zekerheid gelijk mee, want dan kunnen we misschien doorrijden. En toen kwam ik daar aan in het ziekenhuis en toen dacht ik, oh, dat is slim en handig. Ze hebben hier een stembus gemaakt. Dus we konden gewoon in het ziekenhuis stemmen, dus dat hebben we ook nog gelijk even gedaan. Nou. En Jesse Silver naar school gebracht. Sergio heeft mij dus even afgezet. Toen Jesse Silver naar school gebracht, toen teruggekomen. En dadelijk gaan we Jesse halen en dan moet hij weer naar zwemles. Zo, daar zijn we weer. Mooie kleedruimte en het mooie zwembad. Dat zijn niet mijn kinderen. Nee, gelukkig nog niet, anders waren we te laat. Ja. Heb je er zin in? Ja. Yes. Let's go. Goedemorgen, Jesse Silver. Goedemorgen. Zo, papa die ligt net in bed, hè? Want die heeft nachtdienst gehad. Dus ik moest even een ontbijtje voor je maken en... Voor school. En wat heb je gekozen om mee te nemen naar school? Kampioen, een aardbeien en appel. Ja, dus... En die stokken, hij wilde de Mario. Een appel en een
aardbeidje. En stoeltjes met de mayo. Broodje. En een broodje met chocopasta. En die steaks met lavash curry. En rauwe... Salpios. Dat vind je zo lekker. Hè? Ja. Helemaal gek. Wat wil je nog mee? Oh, duiven met een emmertje. Een heel emmertje mee. Dus als ik het goed begrijp, meneer Jesse Silver, wil jij als lunch mee naar school rauwe champignons? Ja. En olijven? Ja. Ja, papa. Gekke. Nou. Oké. Heel emmer mee. Waar heb je dat geleerd, deze massage? Van de juffrouw. Oh. Van de BSO. Oh. Van wie dan? Van Lisa. Oh ja. Oh ja. Zo. Doet hij nou ook zo met die vingertjes? Dat is toevallig. Hé, hey, dat is papa's techniek. Daarom vroeg ik me het al af. Goed zo, lekker door. Ja, dat vindt mama fijn. Op de hoofdhuid. Heerlijk. Ja, maar hij heeft de hele... Kan je ergens inschrijven, Jessie? Of heb je geen plek meer vanavond? Wat? Voor deze heerlijke massage. Goh. Ja, doet je duim zeer? Ja. Oh. Gelukkig kan ik het nog wel, maar hij doet het gewoon even meteen. Kijk, jij bent gewoon een door... Jij denkt in oplossingen. Zo. Huppakee, gewoon doorgaan met één hand. Vind ik wel lief van jou, hoor. Waar heb ik dat aan verdiend, zo'n lekkere massage? Omdat je geopereerd bent. Lief. Want je mag niks zelf doen. Nee. Maar ook gewoon dat mama toch gewoon de allerliefste is. Want Jessie Silver is ook de allerliefste. We gaan ook alvast ondertussen eten. Ja, gaan we maar lekker eten. Hè? Lekker. Oh, ik moet ondertussen even lekker eten. Ja. Oh ja, ja. Oké. Dat wil ik ook zo doen. Gewoon massage met eten erbij. Ja. Nou, nou. Op je wenken bediend, hè? Zo. Zo is het. Kan je ook even mijn eten blazen, want het is een beetje heet. Ja, dat doe ik alles tegelijkertijd. En massage en mijn eten blazen. Nou, nee. Klaar, denk ik. Ja? Ik word gisteren om al. Heet? Nee. Misschien de rest nog wel, maar... Dat is perfect. Ja, maar het stoom komt er niet meer af. Nee, zo. Dan heb jij maagjes lucht. Ik hou van jou. Mag ik ondertussen ook nog even eten? Ja, ga jij maar lekker zitten, joh. Ik denk dat er niks in zit, hoor. Hallo? Alweer, hè? Echt? Huh? Huh? Sinterklaasje is nou... Mijn klein schoentje gepakt. Nou, even een... Wow, dat vind ik mooi. Kijk eens. Oh, die is wel heel mooi. En dan mooi ingepakt. Die past goed bij je kamer. Ja. Wat is het? Ik hou op de doosje. Wat is het dan? Kijk dan.
Een balletje. Ja, dan moet je dan in zo. Dat doe je daarin en gaat hij zo. Oh. Nee, ik denk dat het andersom is. Ingooien gaat hij daarin en dan komt hij weer terug. Kies uit de andere kant. Dan hebben we misschien een beter plaatje. Deze kant. Oh, dat is handig. Dat kunnen we misschien in bij het bad doen. Ja. Oh. Hi. Ja, wij voelen ons zo omdat we nu iets hebben aangeschaft, jongens. Ja, dat is volgens de reviews is het levensveranderend. Niet voor te stellen gewoon. Nee. Het is echt life-changing experience gewoon. Ja, dus ik dacht, ik moet dit hebben. Ja. Dus ik ga even de reviews voorlezen zonder het essentiële deel te benoemen. De rest van je leven was een zwart gat. En dan mogen jullie raden. Dit... Of zelf ondertussen bedenken wat het is. Ja. Ja, oké. Okay. Ik geef jou even de camera. Let's go. Oké, review nummer 1. Ja. Mijn ervaring met dit was altijd beroerd. In mijn studentenhuis waren er 3. De ene nog beroerder dan de andere. En bleef er een maandlandschap over waar kabouters op zouden mountainbiken. Nu was dat sowieso een nare tijd voor mijn jarenlange studievertraging. Werd ik continu afgewimpeld door vrouwen en had ik een chronisch geldgebrek. Inmiddels heb ik deze en het is simpelweg de beste die je maar kan wensen. Zachte, perfecte plakken vliegen zonder enige moeite ervan af. Welke zijn prettige, esthetische gladde vorm prachtig vasthoudt. Tevens heb ik inmiddels mijn studie afgerond in deze tijden. Een huis kunnen kopen al waar ik met mijn prachtige vrouw verblijf. Trek zelf je conclusie. Nummer 1. Review 2. Diep en diep triest is het dat ik 57 jaar moest worden om de beste van mijn leven te krijgen. Inmiddels heb ik 16 apps gestuurd naar familie en vrienden om dit heugdelijke feit te delen. Mijn weekend kan niet meer stuk. Dank u. Ik ben zeer benieuwd, want wij hebben hem nog niet uitgeprobeerd. Nee. We hebben hem wel gekocht. Ga ik het laten zien? We gaan het laten zien. 1. Tromgeroffel. 2. 3. Go! Bam! Ja, dames en heren, dit gaat gewoon over de Bolska kaasschaaf. Simpele kaasschaaf. Nou, ik moet je wel zeggen, het is wel een hele grote irritatie als je geen goede kaasschaaf hebt. Ja, dus... en wat ik ook vaak merk, is toch met dat supermarktmateriaal, dat het gewoon maar even meegaat. Die handvaten gaan los. Nou, ik had het laatst ook met die aardappelstamper. Ik had ineens 4 onderdelen in mijn hand. Dat ik dacht, kan dat überhaupt met een stamper? Maar ja, dat kan. Als je dus een beetje uit elkaar valt. Met deze kan dat dus niet. Ik kon ook kiezen in design. Dit is helemaal uitgebalanceerd materiaal. Ja, dit is trouwens niet gesponsord. Maar ik zag de reviews en ik dacht gewoon, nou, deze moet ik hebben. We zochten een kaasschaaf en ik kwam op dit. Ik denk, nou, dit moet hem zijn. Ja. Dan maar iets meer betalen. Eerlijk gezegd, ik zocht gewoon een hobby. En dat ging gewoon niet zo lekker. En ik dacht, kaasschaven. Dat is toch ook, weet je wel. Nee, alle gekheid op een stokje. Dit is gewoon... Ja, ik heb deze kleur gekozen. Ik kon hem ook nog iets meer zilver. Maar ik vond deze veel mooier. Ja, ik vind hem gaaf. Past ook een beetje bij je. Ja, daarom. Hij is ook akoestisch verantwoord. Zullen we hem even uitproberen? Laten we dat eens doen. Oké. Okay. Nou, we hebben een mooie doos met onze kazen. Dat is nog niks. Er staat nog een doos daar met veel meer kazen. Ja, dus we zijn fan van kaas. Terwijl Sergio dat eigenlijk helemaal niet was, maar ik heb hem besmet. Oké. Okay. Met schimmelkaas. Amai. Dat kunnen we toch niet zeggen, hè? Oké. Okay. Nou, nee, ik zit er zo niet goed voor. Nee, andere kant. Dit alleen al, dat begin. Je hoeft nauwelijks kracht te zetten. En, ja. En je ziet hem gewoon al loskomen. Ja, voel je gewoon life-changing, ja, hoor. Ja, het is echt. Oké. Okay. Goh. Nou, het is een momentje, jongens. Ik word er een beetje emotioneel van, eigenlijk. Komt-ie, hè? Het is toch...
ben nog niet heel enthousiast, jij? Ja? Jawel? Voelde het goed? Ja, okay. Zonder enige moeite. Maar okay. kijk hoe dat blok er nu uitziet. Dat heeft dus die andere kaasschaaf aangericht, hè? Ja, dat is waar. Misschien moet je even dit is dat maanlandschap. Dit is dat mountainbike track, zeg maar. Weet je maar misschien moet je even een groot stuk vanaf hier, want dit is nog recht. Kan je net... We zijn nu een beetje van onze start, weet je wel. Dit is al een gebruikte kaas. Dus niet heel eerlijk tegenover de kaas. Hier. Oh, hij maakt hem gewoon recht. Kijk eens. Ineens is hij meer smooth. Niet helemaal maar smooth. Daar zit niks aan. Hey. Hij blijft niet plakken. Andere kant. Jeetje. Nou. Wat zeggen we? Geslaagd of niet? Ja, zeker. Oké, dan. Lekker scherp. Inderdaad, heel fijn in de hand. En hij is ook een beetje zwaar, hè? Hij is, ja, het is een solide kaasschaaf. Ja, ik ben er heel blij mee. Was het geld waard? Ja. Top. We hebben ook nog iets anders. Een stamper. Een andere stamper dan dat we normaal hebben. Ja, ja, want ook die... Had ook een heleboel... Begeven, ja. Maar. Maar trouwens, deze kaasschaaf had gewoon bijna 500 reviews. En ik geloof 4,9 sterren of zo. Ja. Ja, ook dit. Ik heb hem alleen nog niet geprobeerd. Maar één geheel. Normaal heb je van die kronkels dat je denkt van ik ga een spelletje doen. Weet je wel, met zo'n ringetje ja. eromheen. Ja. Maar deze kwam ook heel goed uit de reviews. Dus ik ben benieuwd. Daar later over meer. Ja, deze van Brabantia. Dat is over het algemeen ook wel een merk. Maar die komt binnenkort. Komt nog... houden jullie nog te goed. Nou, toppie. Toppie. Ik zeg... cheese your day. Smakelijk. Doe mij maar ook oude kaas. Hey, Jessie Silver. Wat hebben we gemaakt? Met bewegende handjes. Hé, hey, wat zijn we toch weer creabea geweest, hè? Ja. Nou, en wat gaan we nu maken? Een stoomboot. Oké, helemaal goed. Ik kan ook nog Sinterklaas maken. Dat kan ook nog, ja. Hallo. Hey, hallo. Wat wil je? Wil je een cadeautje of niet? Zeker, ik wil wel een cadeautje. Oké, wat voor cadeautje? Waar zit je nou in eigenlijk? Een stoomboot? Oh ja. Wat voor cadeautje wil je? Kies jij maar. Jij kent me zo goed. Jij weet wel wat ik leuk vind. Oh ja, die vind ik heel leuk. Dankjewel, Jesspiet. Alsjeblieft. En toen kwam bij het proberen. Hallo. Hallo. Had je deze even daar gelegd? Want dit was even jouw huis. Oh ja. Maar nu... Was jij even een ander mens? Hallo, wat wil je? Wil je een cadeautje of niet? Zeker, ben ik lief geweest dan? Mm-hmm. Ik hoorde dat je wel lief was geweest van je papa en mama. Oh yes, dat is cool. Dankjewel. Alsjeblieft. Zo, de boot is geüpgraded. Ja, ja. Wil je een cadeautje? De boot is geüpgraded, hè? Ja. We hebben nu, wat hebben we er nu bij? Een... Stuur die echt werkt. Ja. En een raam. Dat je zo in kan kijken. En een verrekijker. En speelgoed. En speelgoed. Zo hé. Voor één momentje. Oké. Oeh, die is gaaf. Dankjewel. Een eiland stuiterbal. Lijkt me een wereldbol. Wat is dat wel heel handig als je in een boot zit. Ja. Tof. Goedemorgen. Sergio voelt zich niet zo lekker. Dat is wel jammer. Want we hebben vandaag een leuke dag. We gaan namelijk helemaal naar Friesland om het Sinterklaasfeest te vieren. Hè? Oh, maar wij hebben al een Pietje. Die waren ze verloren, dus wij nemen dit Pietje mee. Hè? Je bent wel een heel eng Pietje zo. Ben jij een Halloween Pietje? Hè? Nou, met mij gaat het best wel goed. Dus dat is super fijn. En ik ga ook maandag weer lekker aan de slag op mijn werk.
Dus ik ga er even vanuit dat dat ook goed komt. Ja, en Jesse Silver heeft dus van Sinterklaas een nieuwe kassa gekregen. Want Sinterklaas had gehoord dat we deze van weg hebben... om mijn kassa hebben weggegooid. Ja. Want die was kapot. Ja. En toen dacht hij, ja, maar zo'n keukentje zonder kassa, dat kan natuurlijk niet. Dat denk ik dat hij dat dacht. He? En toen heeft hij super hyper moderne genomen. Ja. Wilt u mijn koffie nog eventjes scannen alstublieft? Oh, natuurlijk. Dank u wel. Hoeveel moet ik afrekenen? Nou, 1 euro. Oh, dat is een koopje. Wilt u dat ik dat pin of wilt u het cash? Nou, doe maar gewoon cash. Doe maar gewoon cash. Oké. Okay. Nou, dan heb ik hier 5 euro voor u. En het was 1 euro, toch, zei u? Ja. Dus 1 en 5, dat betekent dat ik 4 euro terug krijg van u. Wat? Ik heb geen 4 euro. Hoeveel maar? Nou, laat het dan maar zitten, joh. Weet je, ik vind je zo'n goede cashier, zo'n goede medewerker. Maar wil je ook een kruidnootje of zo? Oh, een kruidnootje voor erbij? Nou, dat vind ik wel lekker. Goh, wat een service. Ja, ik vind het. Zo. Dank u wel. Hartelijk dank. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja. Yeah. Nou, volgens mij is het hier feest. Oh, kijk eens even. Slingertjes. En de grote zakken staan hier. Uh-oh, de deur. Uh-oh, de poort is weer dicht. En Sergio zit onder de poep. Lekker. Ik zelf ook van. Zeg, hé? Hé. Ja, dat is... Pieterpak vast. Ja, wil je pieterpak eten? Kijk, de logeerkamer. En wat voor een. Dat is toch toppie, hè? Die van Jesse. Die voor mijn moeder. En die voor ons. Hoppakee. Helemaal top. En het uitzicht. Helemaal gezellig. Wow, Jess. Heb je eigen paard? Die de gehad. Wow. Hey, heb je een ander paard? Nou, die is gewoon alweer het dak op. Oh, Jessie. Dat zijn wilde leutjes. Hé? Die is zijn andere kindjes, denk ik. Snel. Jeetje, Mina. Nog meer? Huh? Wauw, wat zijn dat allemaal cadeaus? Dat kan toch niet? Wat heb jij? Het lijkt wel echt tabakstenen.
Dat is met echt cement. Yes. Oh, wat leuk. Dat is leuk. Fantastisch. Elisa, kijk hoe leuk. Wauw, daar zijn we door. Fantastisch. Dat is een heel leuk spel. Eerste Monopoly, zeg. Wauw. Dit is voor jou. Wacht even. Geef daar jouw cadeautjes. Ja. Heb jij veel cadeautjes? Maar dat is Japan. Ja. Ja, maar ik bedoel, een goede schoon, maar Japan, toch? Is het daar ook een Japan van achter de smink! Een sminkspel! Is dat om te sminken! Een sminkspel! Leuk! Hier stel je mij ook smink! Dat is een leuk! Wat is dat, Jessie? Zo. Oh ja, dat heb ik gezien. Dat is heel leuk volgens mij. En die is voor jou, hè? Oh, wat zal het wezen? Wat zal het zijn? Nee, toch? Chocola. Oh, een hele grote. Nee, mag nog niet. Nee. Bingo prijs. Doe maar opa. Wat is dat nou niet? Hij is ook geen vriend. Oh! 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 Leuk! Dat is je vriendenboekje, Jess! Een vriendenboekje? Oh! Dat zegt hij al de hele tijd. Heeft die mol nou... Heeft die mol nou een drol op zijn hoofd? Oh, ja. En dan kan iedereen op elke bladzijde wat zeggen. Hey. En zeggen we dan? Dankjewel, Sinterklaas. Oh. Dankjewel, Sinterklaas. Mama. Dit is het. Zo moet het lopen, maar dan opvalt is dat hij toch... Hey. Hij gaat wel uit eten. Maar... Dank je. Ja, dat je alle cijfers hebt in de bingo. Met I17 dan word je echt dramatisch. Ja. Zomaar dan. Ja. 67. Bingo. Ja. Oh. U mag pakken. Oh, je eerst laten checken. 81. Wie? 81. Wat doen we nou eigenlijk? 7. Ja. 7. 7. 7. 1, 2, 3. Wow. Kijk wel eens mee. Doe jij maar. Mag ik ook? Mag ik ook? Heel hard. Heel hard op de grond gooien. Heel hard. Zo, ja, doe maar lekker in de bikini. Zo ik zei dat hij dat gelukkig had. Oh, oké. Okay. Zo. Ik ga mijn bikini aan doen. Hier. Doe er maar meer in eens mee. Wacht. Elisa. Elisa. Wacht. Nee, naar beneden even. Gooien. Kom even. Ja. Zo, even een ochtendwandeling met Jim. Zo, dames en heertjes. Ja, dames en heertjes. Terwijl het buiten behoorlijk winterse taferelen begint aan te nemen, zitten wij weer lekker binnen, na een lekker ritje van 2,5 uur uit Friesland, waar het onwijs gezellig was. Heel gezellig. Echt heel leuk. Ja, echt heel leuk. Gaaf om eindelijk te zien hoe Daniel en Eve wonen. Zeker. Op een mooi groot stuk grond met bierhut. Hut? Ja. Bierhok. En de paardjes en het huis. Ja, en lekker gezellig met z'n allen, met familie. Dat gegeten, gebingo'd, gegeten, cadeautjes gedaan, gegeten, ontbeten. Bijna geslapen. Ik dan. Jij niet helemaal lekker.
Ik was inderdaad niet helemaal lekker. Hij moest iets eerder aftaaien. Als je zoveel eet. Nee, dat was dan niks mee te maken, helaas. Nee, maar verder was het super gezellig. Ja, onwijs gezellig weekend gehad. Ja, we waren wel al een half uur onderweg en toen moesten we terug, want Sergio was zijn jas vergeten met zijn portemonnee erin. Daar zouden we het niet meer over hebben. En toen waren we halverwege en toen hadden we zoiets van... Oh ja. Jessie's Tuta, dat is zijn dekentje die hij al vanaf zijn geboorte heeft en die noemt hij zijn Tuta. En ja, dat is wel zijn alles, zeg maar. En toen dachten we, oh, die zijn we ook vergeten. Ja, zijn eigen verantwoordelijkheid. Ja, zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij is bijna 5. Precies. Ja, dus. Ja, dus dat is wel heel sneu. Maar goed, Elena heeft hem meegenomen. Die gaat hem opsturen. Hij heeft het er moeilijk mee. Want wat dat betreft wonen we allemaal niet dicht bij elkaar. Nee. Maar goed, dat komt goed. En, nou ja. Ik heb al gekeken bij Hazes en Monique. Die hebben een therapeut. Die doet voetjes kriebelen, stress erbij. Dus ik heb ze alvast geboekt vanmorgen. Want hij heeft me echt kapot veel stress op dit moment. Kan ik die ook krijgen, stress zo heen? Ja. Nou ja, goed. We zijn bijna bij het einde van de video. Maar voordat we dat doen, ja, willen we nog even... Ik wil je nog even iets laten zien. Iets laten zien. Ja, want ik had natuurlijk een hele mooie... Soda streamer gekregen voor moederdag, maar helaas bleek die niet helemaal goed. Dus hebben we besloten een nieuwe te kopen. Nou, hartstikke mooi. Maar we hebben het er al eerder over gehad dat als dit echt goed bevalt allemaal, dat we voor een grotere tank willen gaan. Nou ja, ik had dus inderdaad onderzocht dat ik dacht van ja, die cilindertjes die zijn... Er zijn verschillende websites, maar tussen de 25 en 35 euro per stuk. En dat is een cilindertje van 0,7 liter. Daar gaan, nou, weet ik niet, een stuk of 20 flessen uit of zo. Ja, dus je bent wel goedkoper uit met zo'n zodastream. Goedkoper dan spaarrood. Daar kun je ook hele formules over vinden. Van, nou, als je zoveel flessen per dag drinkt aan spaarrood, dan is het goedkoper om de zodastreamer te doen. Maar ik zou ik niet zijn als ik dacht... Dat kan nog goedkoper. Dus ik heb op Amazon heb ik een setje gevonden. We hebben bij Braber Gas hebben we de CO2-cilinder gekocht van maar liefst 35 liter, geloof ik. Dus daar hebben we spaarrood voor 3 jaar. En het is gewoon een horeca-aansluiting. Maar ja, hoe gingen we dat koppelen? Dat was wel eventjes inderdaad lastig. Ja, dat is. Eigenlijk hadden we dat ook moeten filmen, maar we hadden alle handen nodig. En we wisten niet dat het zo moeilijk zou zijn. We hebben echt met tangetjes en dingetjes gedaan om hierin te komen, zeg maar, vanuit de onderkant. Om wat hier zit aan te kunnen sluiten. Ja. En nee, dit kan je er dus, ook al zitten de schroefjes, kan je er niet afschroeven. Ja. Dus, ik draai mijn camera even om. Ja, dus... Kijk, hij zit er dus hierin. Dat hebben we dus helemaal echt met z'n tweeën moeten prikken. Ja, je ziet het niet, maar goed. Sergio heeft een gat geboord in onze tafel. En die gaat hier naartoe. En die komt dan, bam, op deze grote unit uit. Nou, mochten wij nog vrijwilligers hebben om daar een leuke sok voor te maken... Want dat kreng is lelijk. En ook al zit hij wel hier. Je weet, ik hou van aparte dingen. Ja. Dus creatieve mensen. Ja, met wat prachtig brei- en haakwerk is daar vast iets moois voor te verzinnen. Ja, inderdaad. Waar die sok, een sok waar hij dus telkens in kan. Ja. Maar hij werkt als een tierenlier. Ja, en het enige verschil is dus wel dat deze druk is wat hoger. Ja. Dat als ze hem te lang, iets te lang doen, dan gaat hij scheet slaten. Een natte scheet. Nee, maar je hoeft dus eigenlijk gewoon telkens even een korte push te geven. Ja. En wij doen dat, ik doe dat meestal 4 keer kort. Want ik hou van veel prik. En et voilà. We zijn er blij mee. Het is geen spa. Bruis. Bruis. Amai. Yes. Soms bruiswater. Zoals mijn zus zou zeggen, water with sparkles. Nee.
we hebben ons kapot gelachen in Ibiza. You know, water with sparkles. In Ibiza. Sparkling water. Ja, dus wij zijn er heel blij mee. Wij zeggen cheers, proost. Proost. Wij hopen dat jij weer genoten hebt van deze vlog. Tot de volgende video. Laat even een duimpje achter en een reactie hoe jullie het weer vonden. En hopelijk zien we jullie weer. Ik zat naar jou te kijken in de camera. En hopelijk zien we jullie weer bij de volgende video. Tot de volgende keer. Ciao, 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 ciao.